naar een rustdag. Waarbij we daar naar het tempeltje zijn gelopen. Gaan we vandaag wat vroeger weg. Naar Paddy Basecamp. Als jij nou lekker gaat zitten, Mies, kan ik je filmen. Je wil er niet op. Gaan we naartoe vandaag? De Torum Paddy. Basecamp? 8250 meter hoogte. 4000, zullen we daarover gaan? Ergens nog de zuurstofflessen oppikken onderweg. En nog wat medische tests ondergaan en dan kunnen we even naar boven. Dat is wel even. Your honor? No. Oké, namaste. Namaste, Sergi. Nou, je ziet hier het water onder het ijs door sijpelen. Inmiddels Manang verlaten. Koud hier. Pieter probeert van zijn water af te komen. Dat scheelt hem weer 4 liter. We hadden iets te ruim ingekocht. Wij als krentige Hollanders vonden een zaakje waar de flessen maar 100 waren. En normaal zijn ze 190. Dus we hadden een litertje of 8 ingeslagen. We hadden bijna 4 liter over hebben. Lopen we nu wel erg te sjouwen met dat water. We komen de hele keer op het water. Weggooien is ook weer zo zonde. Oké, het is hier schitterend. Ik zal even de omgeving laten zien. Prachtig. Vandaag naar 4200 meter. Als het een beetje mee zit, een Torum Paddy. Weinig bomen. Het zonnetje komt op. Is dat de eerste jak? Ja. Dan zet ik hem even uit, loop ik even naar de jak toe. Hier zijn ze dan. Oh, ze hebben er geen zin in. Ze rollen gelijk weg. Hoi. Hop, hop. Ze willen niet de... Oh ja, ze maken een ander geluid ook. Ik ga zo even naar Jack Dorrels. Hier kun je nog een stukje van mijn lang zien. Als het met dat tegenlicht gaat. Het is een en al rook. Van vuurtjes. Kampvuren en... Alles waar het tegenlicht in is, zal wel heel lastig worden. Hele bergen met sneeuw. Die bergen zijn zo fucking hoog. Het is hier helemaal stil, er staat geen wind. Boven de 4000 zitten we. Ja, dik boven de 4000. Al ruim boven de hoogste berg die Oostenrijk ook maar heeft.
geen licht. Zo ziet dat eruit. Terwijl 107. Van het Holiday Inn. Holiday Inn letter. Dit is een soort leme hut. Als je ziet hier, zo wordt het een beetje volgestopt. Een room with a view, hè? Een room with a view, ja. Kijk, die ramen die zien er dan zo uit, ja. Als je naar buiten kijkt, ja, dat is een beetje moeilijk te filmen. Maar... Dus hier slapen wij dan. Er is geen licht. Dan moet je er maar bij drinken. Stroom ook. Ik ben alweer een paar uurtjes onderweg. Dan gaan we letten naar Torn Paddy. Vorige vannacht heel grof. Vanochtend was het nog min 3. Het is echt koud. Zoals je aan het lopen bent, dan is het niet zo erg. Van nou uit de rest, zie je. Fijne stukje. Ik moet ook nog. Helemaal naar boven. Hoeveel je kijkt. IJs, schotsen, sneeuw, kou. Ik film tegen de zon in, dus ik zie eigenlijk niet veel. Kleine pasjes. Merk goed dat je bijna bij de 4500 meter zit. Want je hebt ook meer te hijgen. Goed, het is prachtig hier. Oké, dit is High Camp, 4800 meter en
Dit is nog de laatste mogelijkheid om te slapen voordat je Tonumlaanpas kan oversteken. Het wordt afgeraden dat heel veel mensen hoogteziekte krijgen hier al. Ik moet zeggen, je kan het ook goed voelen hier. Het is een flinke hoogte. En er zit heel weinig zuurstof in de lucht. En dat voelt gewoon niet goed aan. En goed, wij komen hier morgenochtend om 4:30 denken we hier te zijn. En dan gaan we hier linksom. Zo deze bergrug over. In het donker. En dan gaan we daar naar boven. Over die berg heen. En dan ergens daarachter moet die pas liggen van 5400 meter. En we hopen het te halen. Het zal niet makkelijk worden. Maar een 8 uur lange tocht wordt het. Ik denk een helle tocht. Maar goed.